Meneer Wout-Pijmans, hoe oud was u toen de oorlog begon? Ja, toen was ik net 14 jaar geworden. He, in april was ik 14 en ja, in mei vielen de Duitsers binnen. He. En waar woonde u? Waar woonde ik? Nou, dat moet ik even een kort verhaaltje over vertellen. Met de kinderjaren heb ik doorgebracht in de Stationsstraat. Vandaar af zijn we verhuisd naar de Dorpsstraat. En in de oorlogsjaren, mijn vader had een conflict situatie gehad met een toen in Oosterwijk wonende Rijksduitser. En toen zijn we verhuisd tijdelijk naar de Hoogstraat. Daar hebben we de oorlogsjaren doorgebracht. Conflict met een Rijksduitser? Ja. Waar bestond dat conflict uit? Ja, dat was een beetje financieel conflict is dat geweest. En wat was trouwens een Rijksduitser? Ja, dat was een Rijksduitser, dat was een Duitser die in Oosterwijk woonde en die hier ook werk had op de leerfabriek. En die had bepaalde eigendommen in Oosterwijk. En die zijn na de bevrijding zijn die onteigend door het Nederlands Beheersinstituut. Hmm. Maar goed, daar, met die persoon hadden jullie een financieel conflict. Zat u nog op school? Natuurlijk zat ik op school, ja. Bij de Verraders, toen nog de zogenaamde lagere school. Hè? Welke school was dat? Johannes de Doperschool, in de Kerkstraat, in de Kuil. In de Kuil? Ja. Ja. Op 10 mei 1940 breekt de oorlog uit. Hè? Wat was het eerste wat u daarvan merkte? Ja, het eerste wat wij echt gemerkt hebben is... Er kwam een Duitse soldaat binnen bij ons in de winkel. En die trok zijn revolver voor mijn vader. En die dreigde hem dat hij niet te veel moest rekenen of iets dergelijks. Maar dat was het eerste contact met de Duitser die we hadden. Dus dat was geen al te goed begin, laat ik zo zeggen. Dus die had echt een revolver in de hand en daar dreigde hij mee. Ja, daar dreigde hij mee. Dat uw vader niet te veel mocht rekenen? Ja. Ja. Was daar aanleiding voor? Voor die man? Nou, dat weet ik helemaal niet, maar ik denk dat hij dat als vooraf deed om er zeker van te zijn dat hij niet te veel moest betalen voor iets van wat hij wilde hebben. Hoe was de relatie tussen de Oostenrijkse bevolking en de Duitsers aan het begin van de oorlog? Nou, ik geloof niet dat het zo erg slecht was, want ik kan me nog herinneren, wij hadden hier in Oosterwijk de WVA. Heb je misschien ooit van gehoord? Het was het waren hele grote magazijnen in de gedeelte van de grote leerfabriek. En er waren allerlei voorraden voor Duitsers die van hieraf naar het front gestuurd werden. En bij gevolg waren dus ook een aantal militairen hier gelegerd in Oosterwijk. Eén daarvan was de dikke Willy. En dat was een hele aimabele man was dat. Daar hebben we nooit erg problemen mee gehad, moet ik zover ik me kan herinneren. Ja. Dikke Willy. De dikke Willy heette die, ja. Ja. Die was gewoon heel aardig. Die ging heel dat aardig was, dat was geen... Nee, die leefde gewoon met de bevolking mee op een manier zoals dat feitelijk in goed fatsoen hoorde. Vertelde hij wel eens iets over zijn thuis in Duitsland? Nou, dat weet ik niet. Daar was ik natuurlijk nog te jong voor om dat te kunnen weten. Hè? Nee. Het verzet in Oosterwijk, hè? Ja. Wat heeft u daarvan van meegekregen? Wat weet u daar nog van? Ja, heel weinig, maar toch wel iets. Want op een gegeven moment, maar dat is dus in de latere bezettingsjaren geweest, toen gingen iemand die ik goed kende, Piet Dimmers heette die man, waren wij op weg naar de Oosterwijkse Hoeve en daar zat een ondergrondse groep, blijkbaar. En wij wilden ons daarbij aansluiten, maar zover kwamen we niet. Want onderweg werd het villatje van de Freule op de Moergesselseweg werd beschoten door jagers, door Engelse jagers. En toen zijn we bovenarms zijn we in de sloot gesprongen en zaten we vol dorens. En toen zijn we dus... Van de schrik zijn we terug naar huis gegaan. Dus dat aansluiten bij het verzet, daar is nooit iets van gekomen? Er is niks van gekomen, nee. U zei, de villa van de Freule werd beschoten. Ja. Welke villa, welk huis hebt u het over? Ja, dat is een villaatje geweest
Ik denk dat het nog staat op de Moergesselseweg, juist voorbij de Hoevenseweg. Binnenin ergens. Het was een villaatje van de Freule, noemen ze dat vroeger. Woonde daar ook echt een Freule? Vroeger woonde daar de Freule, ja. Waarom werd uitgerekend die villa beschoten? Ja, dat was in gebruik genomen door de Duitsers. Duitsers waren daar gelegen. En dat was kennelijk bekend geworden bij de... Engelsen hebben dat geweten, ja. En hoe zouden die dat te weten zijn gekomen? Ja, dat zou ik ook niet zeggen. Dat zou ik ook niet kunnen zeggen. Ja. Maar op de een of andere manier hebben ze dat geweten. Anders hadden ze dat niet beschoten, natuurlijk. Hè? Maar u was op weg om u aan te sluiten bij het verzet. Ja. Die tocht daarheen werd onderbroken door die beschieting van dat huis van de Freule. En hebt u daarna niet gezegd, nou, we gaan nog maar eens proberen? Nee, want intussen was het denk ik 26 oktober en zijn we bevrijd natuurlijk op die dag. Hè? Ja. Hebt u er ooit aan gedacht om eerder in de oorlog bij het verzet te gaan? Nee, want daar was ik nog toch te jong voor waarschijnlijk. Hè? Maar op het eind van de... Op het eind van de bezetting was ik 18 jaar ongeveer, ja, ja. Dus ja. Kende u veel mensen die aan het verzet deelnamen? Nee, ik moet eerlijk zeggen van niet. Alleen mijn vader, mijn ouders hebben wel in die tijd mensen geholpen, Joodse mensen. En dat waren meneer Snoek en meneer Zinger. En die werden door ons op de een of andere manier, door mijn vader en moeder, werden die geholpen. Hoe deden ze dat? Met levensmiddelen en dergelijke. En woonden die ook bij jullie in? Nee, die woonden niet in Oosterwijk zelfs. Maar we hebben later, na de bevrijding, hebben we er nooit iets van gehoord. Maar die meneer Zinger, die was zo dankbaar daarvoor dat ik van hem een viool gekregen heb. En die heb ik nog steeds. Hij speelde viool. Ja, zegt u? Die meneer Zimmer, die speelde viool. Ik studeerde viool bij meneer Van Keulen. In de stationsstraat, in de kunstkring was dat. En vandaar dat ik van hem die viool gekregen heb. En die heb ik nog steeds. Dit is hij. Geweldig. Dat is de viool van meneer Zinger, het is een Joodse man die door ons thuis geholpen is en die heb ik van hem cadeau gekregen. Hebt u er lang op gespeeld? Een paar jaar, langer niet. En toen ben ik overgegaan naar pianostudie. Ja. Geweldig. Ja. Nou. Kent u bekende verzetsdaden hier in Oosterwijk? Ja, voor zover dit die gepubliceerd zijn, hè, van meneer Gerritsen en Wim van der Klei en dergelijke mensen. En wij hadden hier in de oorlogstijd ook die zogenaamde, hoe heet dat nou, die zeepfabriekje of zo van Lindhorst. En mensen die daar werkten, die waren ook mee in het verzet, zoals van de Snepscheut en dergelijke mensen. Waar stond die zeepfabriek? Op de Hoogstraat was dat, ja. En die haalde materialen uit de vuile stroom, noemden wij dat vroeger. Hè? Daar haalden zij materiaal vandaan en dan maakten ze een soort schoenpoets en zeepers en dergelijke van. Er was in Oostenrijk redelijk veel verzet. En wat deden de Duitsers daarmee? Ja. Ik kan me één ding nog heel goed herinneren. Op een gegeven moment, de heer Lindhorst, die zorgde ook voor opvang van gestrande vliegeniers, Engelse vliegeniers. En die brachten ze ergens onder. En dat is op een gegeven moment, een van zijn medewerkers is aangehouden ergens tussen Oorschot en Moergestel. En toen zagen de Duitsers schijnbaar, zo ik dat verhaal gehoord heb, een revolver liggen. En toen zijn ze gevangen genomen en is er een ingeval gedaan door de ziekenheidsdienst in het huis aan de Lint, waar later de bank was. En boven, daar woonde een zuster van mij en een zwager van mij.
En er was ook nog een zuster en een zwager waren toevallig op visite. En ik meen dat het op, met Tilburgse, met Oosterwijkse kermis op zondagmiddag was. En toen is de ziekenhuisdienst daar binnengevallen. En hun werden ook met een revolver in de nek naar beneden getransporteerd. En toen heeft Lindhorst, meneer Lindhorst, die heeft ze vrijgepleit. Die heeft dus die Duitsers kunnen overtuigen dat hun er niets mee te maken hadden. En toen zijn mijn zuster en zwager, die zijn ondergedoken. Vlak daarna hebben ze op de Hoeverseweg bij Boer Visser hebben ze tijdelijk in een kippenkooi gewoond. Hmm. Tot de bevrijding daar was. Ja. Maar de Duitsers hadden ze laten gaan. Waarom doken ze dan toch nog onder? Hè? Waarom gingen ze dan toch nog onderduiken? Ja, toch uit angst dat er nog represaillemaatregelen genomen zouden worden natuurlijk. Hè? Hmm. Ja. Ik heb ze nog zien wonen daar zo, in een kippenhok. Bij de familie Visser, op de Hoeverseweg. Maar ja, voor Lindhorst en Brunekreef was het een fatale afloop natuurlijk. Want het is bekend dat die dus later gefusilleerd zijn in Vught. Hmm. Helaas. Dus die samenwerkte met de Duitsers. Dat was natuurlijk overal zo. Ja. Dus dat is natuurlijk ook in Oosterwijk gebeurd. Ja. Ja. Kende u dit soort mensen? Ja, ik ken er een aantal van. Ja. Wij hadden hier, heb ik al op geduid, de WVA. Op de leerfabriek. De leerfabriek. En daar werkten Oosterwijkse mensen. Hè? Maar werden die verplicht? Die werden verplicht daar te werken. En die hadden de keus of daar werken of uitgezonderd worden naar Duitsland. Ja, dat is niet zo moeilijk. En dat was helemaal niet zo moeilijk om dat voor te kiezen om hier te blijven. Hè? Ja. En ik heb daar mensen persoonlijk van goed gekend. Ja. Ja. Maar goed, ik bedoel eigenlijk niet dit soort mensen. Ik bedoel mensen die de Duitsers informatie gaven. Of die de Duitsers op andere manieren ter wille waren. Ja, die waren er wel, hè. En ik kan me herinneren, meneer Geurs. Mm-hmm. En die is later, is die in de buurt van Nijmegen, is die opgepakt door toevallig een Oosterwijkse man die daar was en die hem kende. En die is naar Oosterwijk verborgen, hebben ze hier gevangen genomen toen, hè. Ja. Wat had hij op zijn kerfstok? Geurs, wat zegt u? Wat had hij op zijn kerfstok? Nou, die heeft mee geholpen om jongens op te halen en naar Duitsland te transporteren. Zoals de gebroeders Diepens en dergelijke. Mm-hmm. En ja. Van die mannen die naar Duitsland vervoerd werden, zijn die allemaal teruggekomen? Allemaal weet ik niet, maar het merendeel wel, geloof ik, ja. Die zijn na de bevrijding zijn die toch al hier terechtgekomen, ja. Ja. En dan waren daar natuurlijk de meisjes, hè, die heulden met de Duitsers. Waren er ook, ja. 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 Ik heb dat nog meegemaakt, dat na de bevrijding, toen werden dat een aantal meisjes werden opgehaald. En die werden in de fraterschool werden die geïnterneerd. De school waar ik dus, de lagere school, de lopen heb, werd toen gebruikt om mensen in gevangen te zetten. Hmm. Mannen en ook meisjes. Wat hebben ze met die mannen en die meisjes gedaan? Terwijl ze daar geïnterneerd werden. Nou, dat viel best mee, hoor. Die kregen te eten en te drinken. Er werd geen andere strafmaatregelen tegenover genomen. Ik denk dat best meegevallen is. Ja. Verhalen over kaalscheren van de meisjes. Ja, dat is wel gebeurd. Ja? Ja, dat is wel gebeurd, ja. Ook hier in Oosterwijk. En waar gebeurde dat? Ja, op straat, hè. Gewoon op straat. Ja. Dat iedereen het kon zien. Ja. Goed, ja. Ja. Wat vond u daarvan? Ja, wij vonden dat buitengewoon interessant natuurlijk, hè. Je was een... nog een jonge kerel van 18 jaar was ik toen in die tijd. En wij vonden dat verdiende straf eigenlijk. Wat vindt u daar nu van? Ja, wat vind ik daar nu van? Wat moet ik daar nu van zeggen? Och, ik zou dat zelf niet doen, geloof ik nu. Nee. Hm. Nee.
Zulke, nee. De oorlog is een periode van veel ellende. Maar er gebeuren natuurlijk, dat is 5 jaar geweest, nou 4 jaar heren. Er zijn natuurlijk ook dingen gebeurd waarvan je zegt, nou die waren eigenlijk best leuk. Heb je herinnering aan de wat leukere dingen tijdens de oorlog? Ja, die hadden we ook wel. Hè? Wij hadden met name hier in de, bij Kosters in de bakkerij, hier op de Kerkstraat. Daar was een koek, een oude koekfabriek achter. En daar hadden we onze eigen sociëteit, onze eigen band. En wij nodigden wekelijks een aantal meisjes uit. En dan deden we dus danspartijen, de partijen houden. En dat waren de gezellige dingen die we nog toch nog konden beleven, ja. 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 Ja, en die band is later, we waren met 5 mensen, met 5 man, we zetten van 5 man. En er is later is Jantje Merkelbach en Kees Pullers zijn er nog bijgekomen. Hadden we een bezetting van 7. En dan hebben we nog een aantal jaren officierenbals verzorgd in Midden- en Oost-Brabant. Officierenbals? Ja. Ja. Dat was na de oorlog? Was na de oorlog, was na de bevrijding. Ja. Ja. Dus er was toch nog wel wat vreugde te beleven tijdens de oorlog? Ja, ja, ja. Wij zijn begonnen in feite in de oorlogstijd in 1942, of nee, ja, 41 of 42, hè. Ja. En jullie werden door de Duitsers niks in de weg gelegd? Nee, werd niks in de weg gelegd, nee. Daar hebben we nooit problemen mee gehad. Zijn die, waren er ook Duitsers die naar die bijeenkomsten kwamen? Nee, 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 nee. Nee, wij hadden ons eigen groepje en er kwam verder niemand bij. Leuke herinneringen. Maar natuurlijk, zoals ik al zei, ook een heleboel ellende. Wat springt er zo, als we nu we er zo over zitten te praten, bij u meteen in uw gedachten? Als we het over de ellende tijdens de oorlog hebben. Ja, dan moet ik daarvan zeggen dat wij feitelijk weinig of geen ellende gekend hebben. In ons gezin niet. Wij, het was in die tijd zo, mijn vader had sigaren. En je kon er alles mee ruilen. Dus met een hele ruilhandel bleven we met ons gezin bleven aan het eten. Dus wat dat betreft. Hoe kwam hij aan die sigaren? Dat was toch overal. Nou, hoe kwam hij eraan? Hij had zelf een sigarenfabriekje. Op de Lint? Ja, toen op de Hoogstraat. Hè. Oh, ja. En wij hadden nog wat tabakvoorraad. En dat, maar op een gegeven moment. Werd dat door die Duitsers werd dat stopgezet. Hè? Kregen alleen fabrieken die voor de Duitsers werkten, kregen nog toewijding tabak. Maar wij hadden dus, mijn vader had nog wat tabak verborgen. En daar hebben we in de oorlog hebben we goed van kunnen eten. Ja. Die voorraad was dermate groot? Ja, 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 ja. Oorlogsgeweld hier in Oostenrijk. Ja. Behalve dan de munitietrein, is daar veel van geweest? Nou, met de bevrijding wel. Ja, met de bevrijding zijn er denk ik zo'n toch een kleine 20 mensen gesneuveld. Hè? In de omgeving van de Hoogstraat, de Tilburgseweg, de Kerkstraat hier, meneer Biemans hebben we genoemd. Hè? Meneer Biemans die was zo toegeleefd naar die bevrijding, die was ook geweldig anti-Duits, zoals veel mensen in die tijd waren. En we werden bevrijd en hij loopt naar buiten om het te gaan vertellen bij de overbuurman, bij de bakker. En hij wordt getroffen door een granaat. En hij valt dood neer. Wat voor granaat was dat? Van wie was die afkomstig? Of dat een granaat van de Duitsers of van de Engels is geweest, dat weten we niet. Hè? Nee. Maar op een gegeven moment werd de kerk, de Peterskerk werd ook beschoten, dus die hele toren is eraf geschoten, toen nog. Hè? En dokter de Seine, die is blijkbaar door de linies heen geslopen. En hij is de Engelsen gaan vertellen dat daar geen Duitsers in die kerktoren waren om te verdedigen. En toen zijn die beschietingen gestopt. Maar intussen was toch wel de nodige ravage aangericht natuurlijk, hè. En ook verschillende mensen gesneuveld. Ik ken er persoonlijk verschillende van die het er niet levend afgebracht hebben. Ja.
helaas. De bevrijding, hè? op welk moment zag u de eerste schot? Oh, dat was fantastisch. Dat was een fantastische beleving. Ik moet zeggen dat ik het laatste jaar ben ik bij frater... Hoe heette die? Nee, niet Corijn, maar bij een van de fraters ben ik nog op privélessen geweest voor Engels. Omdat we toeleefden naar de komende bevrijding. Hè, na de invasie in Frankrijk. En op een gegeven moment zaten wij naar de Engelse zender te luisteren bij vrienden van ons, ergens boven. En toen werd er dus in het Engels gesproken. Dus kun je dat... Ik kon er niks van verstaan. En toen werden we bevrijd. En ik zag dus in levende lijven zag ik Engelse militairen. En ik kon ermee praten. En dat was een wonder, leek wel. Dat was een fantastische beleving, was dat. Waar ontmoette u de eerste schot? Dat is denk ik geweest bij de protestantse kerk. En dan hadden ze in het tuintje, hadden ze een, ja, hoe heet zoiets, een kuiltje gegraven. En dan gingen ze schuilen. Een schuttersputje. Een schuttersputje. En daar zijn wij, een zuster van mij en ik zijn daarbij gesprongen toen we onder vuur lagen. Toen er granaten vielen. En er zat een schot in? Ja. Ja. We zeiden die hallo. Ja, ja, ja. Hebben jullie toen nog leuk met elkaar gesproken? Ja, leuk. Ja, ja, dat leuk. Was de eerste. Ja, ik ben die nog gevolgd toen we zijn hier van hieraf zijn te verder getrokken richting Tilburg op Udenhout. En toen ben ik nog gaan zoeken, maar ik heb hem niet meer kunnen vinden. Nee. Helaas. Nee. Maar had hij geen last van jullie? Want dat schuttersputje is natuurlijk maar klein, hè? Nee, dat was. En hij moest natuurlijk. Dat was een en al vriendschap, was dat feitelijk, hè? Dat was zo geweldig om mee te maken. Ja. Ja. Na die lange periode van bezetting is dat een heel bijzonder moment. En wij hadden er geweldig naartoe geleefd, naar die bevrijding natuurlijk. Hè? Ja. Want dan zagen we aankomen, dat weet u, hè? De invasie in Frankrijk en zo geleidelijk kwamen ze hierheen. Hm. En wij hebben met ongeduld zitten wachten toen in september Eindhoven bevrijd was en wij nog niet natuurlijk. Toen duurde dat. Nou, het leek wel jarenlang, hè, tot de 26 oktober, dat wij aan de beurt waren. Ja, ja. Ja. Toen begonnen de feesten, hè? Ja. Leuk. Fantastisch. Ja. Waar? Hier op de Lint. Op de Lint, midden op de Lint, op de kruising van de Verwielstraat, de Stationstraat, Dorpstraat en Linten stond een lichtmast en er werd rondomheen gedanst. En bij het Wapen van Oosterwijk was dat toen. En in het verenigingsgebouwtje aan het Kerkplein werden bals georganiseerd. Daar mochten alleen vrouwen binnen en niet de mannen. Maar hoe kun je nou een bal hebben als er alleen maar vrouwen zijn? Nou, Engelse militairen. Dat was voor de militairen, hè. Werden bals georganiseerd en er werden vrouwen uitgenodigd. En die vrouwen, deden die dat graag? Of dat ze graag deden, dat zou wel, denk ik, hè. Die kregen chocolade mee naar huis, chocolade mee naar huis en sigaretten mee naar huis. Voor de mannen of voor de verloofden, of ze waren single, dat kon ook al natuurlijk. Ja. Wat vond het thuisvond daarvan? Vertrouwden die dat allemaal wel? Ja, dat zou ik ook niet precies kunnen zeggen wat de gevolgen allemaal zijn geweest natuurlijk. Hè? Ja. Ja. Is er iets waarvan u zegt, nou, dat heb ik nog niet verteld. Het is nog niet aan de orde geweest, maar dan moet ik toch nog even kwijt. Wat is het nu, ja. Jullie hebben zelf ook een granaat binnen gehad. Hè? Jullie hebben zelf ook een granaat binnen gehad. Ja. Ja, wij hebben zelf een granaat binnengehaald ook. Oh. Het hele halve dak weg. Zo. In het huis waar we toen woonden. Toen is mijn... wij hadden achter in de tuin hadden we een schuilkelder laten maken. En toen waren die beschietingen. En toen is mijn vader met een jongere broer van mij nog even naar binnen gegaan om nog wat dingen te halen. En toen, dat hoor ik later dan vertellen, toen zei mijn vader, dat is nou maar even binnen, want het is afgelopen. En toen is er een granaat binnengekomen.
En boven, aan een wijwatersvaatje, had hij een horloge hangen met ketting. En die was helemaal verbrijzeld door een granaat. En intussen heb ik mijn jongste zusje, dat was toen nog 2 of 3 jaar denk ik, heb ik mee de schuilkelder ingenomen. Ja. Maar de situatie was dermate bedreigend dat uw vader zei, het is afgelopen. Het is afgelopen, ja. Ja, er viel een granaat binnen. Hè. Toen mijn vader en mijn broer daar binnen waren om wat spulletjes op te halen, toen viel die granaat binnen in huis. Ja. Maar het is gewoon goed afgelopen. Het is gelukkig goed afgelopen, ja. Ja. Bedankt. Graag gedaan.